allemaal, het is donderdag en ik begin alvast met de vlog, want ik heb een heel leuk pakketje, tenminste denk ik, binnengekregen. En ik dacht, dat wil ik even met jullie delen. Ik kom net uit mijn werk, ik moet zo naar die man die mijn stuitje en mijn rugwervel recht gaat zetten, dus op hoop van zegen. Maar goed, dus ik ben niet echt freshly made up, maar maakt voor de vlog ook niet uit. Als je denkt, wat hoor ik, er is al echt een half uur een helikopter aan het vliegen, maar ik moet zo naar die man toe, dus ik wil het nu doen. Namelijk een pakketje van You Must Have. En ze hebben mij benaderd of ze mij een verrassingspakketje mochten opsturen. Voor mij en voor Niels. Nou, dat mag natuurlijk altijd. Dus ik ga het even uitpakken. Kijk, dit is het. You Must Have Unique Personal Handmade Gifts. Ik ben heel benieuwd. Oh, leuk. Oh, dit is al een stuk groter. Als eerste dit broekje. En dit is met 98. Want ze zei ook van, ik heb hem... wat dingetjes ook voor de zomer voor Niels, dus heb ik een maatje groter gedaan. Dus dat is dit broekje, wel cool, met zo'n soort laaghangend kruis. Is het nou donkerblauw of is het zwart? Ik denk dat het zwart is. Ja, ik ben gek op zwart-wit printjes. Dus ik vind het heel leuk. Heel stoer. Leuk. Oeh. Ga ik zo openmaken. Ik begin even met de kleding. En dan nog, oh, dit is ook leuk. Dit is ook een broekje met een beetje soort, als een soort verspetters zijn. Ik vind het wel een stoer model met zo'n laaghangend kruis en dan wel een slank pijp. En het is gewoon van heel zacht, dun joggingmateriaal. Wat voor Niels wel lekker is. Want ik vind het altijd een beetje lastig om kinderen alleen maar spijkerbroek aan te doen. Ik vind het wel heel leuk staan. Maar, oh, ik ben trouwens een beetje, maar ik heb niet echt mijn standaard nu. Maar ik vind het lastig, omdat ze zijn natuurlijk nog zoveel aan het kruipen en aan het keten. En dan doen, nou, Niels kruipt het niet meer, hij loopt. Maar ja, het continu over de grond zijn. Zelf vind ik het dan ook lekkerder om in een joggingbroek te wonen. Dus deze is ook een maat 98. Het is gewoon allebei dus van youmusthave.nl. En, leuk om te weten, er komt waarschijnlijk nog een hele leuke winactie aan. Dus hou mijn Instagram daarvoor in de gaten. Dus dat komt nog. Even kijken, wat is dit? Oh, dit is leuk. Kijk nou. Blondie Beauty Fashion. Nou, dit is toch fantastisch. BlondieBeautyFashion.nl. Nou, dit vind ik nou leuk. Ik heb ze gewoon voor mij gemaakt. Zwart t-shirt. Oh, dank jullie wel. Nou, dat is leuk. En dit is denk ik voor Niels. Oh, deze is ook heel leuk. Kijk dit nou. Oh, deze vindt Sven ook echt fantastisch. Staat natuurlijk ook super leuk op die broekjes. Zeker op deze met die al een beetje grafische print. Maar oh, dit is leuk. Welke maat is dit dan? Dat weet ik niet. Maar deze past hij misschien ook al wel een beetje. Oh, die vind ik echt heel cool. Batman. Sven is gek op Batman. Alle Marvel dingen. En... oh, kijk eens. Och, dat vind ik leuk. Coffee unless it's time for wine. Och, ik denk dat ik deze gewoon weer aan ga doen zo. Capuchon trui. Kan wel even aantrekken. Och, heerlijk. Laat zien. Ze had een expres een maatje groter gedaan dan ik had gezegd. Want ze had wel om de maat gevraagd. Ze zei van, ze vallen vrij klein. Dus dat is even een tipje. Als je hem ook leuk vindt. En hij zit wel gewoon zo. Wel, ja, ik sta een beetje gebogen. Anders kun je het niet zien. Och, fantastisch. Ik weet niet of er een mondje aan zit. Zal ik hem nog even uithalen. Nou, deze vind ik heel leuk. Wat ga ik deze aandoen? Och, kijk nou toch eens. Give me... the chocolate and nobody gets hurt. Een roze. Oh, welke ga ik nou aandoen? Nou, deze vind ik ook echt fantastisch. Deze kleur ook. Oh, dit is zo leuk. Even kijken. Nou, dan ga ik nu nog even deze. Eens kijken naar hoe leuk dit is ingepakt ook. Het rinkelt. Oh. Dit ziet er heel cool uit. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is zo'n potje met... to the best mom. Oh. Hoe kijkt dat eruit? Nou, ik durf er even niet uit te halen. Komt er al een fotootje van op mijn Instagram. Want dit vind ik echt heel cool. Er zit ook een klein briefje bij. Dit is natuurlijk ook echt super leuk om cadeau te doen. En dit is opaal. Of tenminste, het lijkt op opaalachtig. En dat vind ik een hele mooie steen. Dat heb ik hier ook in mijn ringetje. Dus dat hebben ze goed gezien. En dan heb ik deze. Oh, die verpakkingen zijn zo leuk. Kijk, hier staat Hello Gorgeous. Dankjewel. Ik ben een beetje garer voor de hele week werken. Oh, dit is denk ik een ketting. Dit is een armbandje. Oh, een armbandje. Oh, deze is ook leuk. Oh, met de N van Niels.
Nou, dit is leuk. Kijk, gewoon een zilver. Heel simpel. Dan ben ik echt, ik hou van simpel. You're so sweet. En dan met de N van Niels. Nou, dit vind ik echt, weet of je het een beetje kunnen zien. Heel cool. En dan, oh, dit is ook een leuke. Surprise, surprise. Super awesome. Nou, echt jongens, zo'n verpakking is al de helft van het werk, hè. Wat is dit nou? Oh, dit is, kijk nou. Dit is onze, dit zeggen Sven en ik altijd. Kijk, daar staat het ook. I love you to the moon and back. Ah, oh, kaartje. Jarig, gefeliciteerd. Life is better with friends. Ook heel leuk. Zomaar een kaartje voor jou. Oh, dit is ook leuk. Hello there, little one. Hoera, zwanger. Ah, oh, en papa, I love you. En mama, I love you. Super leuk. Nou, ze hebben, zoals je ziet, echt heel veel verschillende dingen. Ik ga sowieso een linkje hieronder zetten in de beschrijving. En ook op mijn site zal je het linkje ook zien. En er komt nog een hele leuke winactie aan. Dus ben je daar benieuwd naar, hou dan vooral mijn Instagram in de gaten. @KarinWenink. En nou, kijk ook eventjes op de webshop van YouMustHave.nl. Want het zijn echt hele leuke dingen. Ik ben helemaal blij. Super bedankt, YouMustHave. Dank jullie wel. Ik ga nu snel naar die enge meneer toe die mijn rug gaat repareren. En dan zie ik jullie straks of morgenochtend. Want morgen gaan we naar de Efteling. Het is inmiddels avond en ik zit lekker op de bank. Make-uploos en wel. Zo even mijn nageltjes lakken met Essie Mademoiselle, my favorite. In mijn nieuwe trui. Dus heerlijk, heerlijk. De behandeling was heel bijzonder. Mijn bekken is gekraakt. Ik was toen stuitje gevallen. En nou ja, goed, sindsdien had ik last van mijn rug. En mijn stuitje natuurlijk. Maar nou, die man heeft ernaar gekeken en die zei, ja, zeg maar, als dit normaal je rug is, of je bekken is, stond hij nu zeg maar zo. En dus staat je hele rug aan. Dus niet heel gek dat je daar last van hebt. Dus dat heeft hij teruggezet. In een kwartiertje stond ik weer buiten. Mag nu 3 dagen niet sporten en rustig aandoen, niet Niels tillen, dat soort dingen. Dus ja, ik ben gebroken. Ik heb echt overal, mijn handen zelf helemaal geen pijn, maar ik heb overal, ik voel het zelfs in mijn armen. Alles is zwaar en doet pijn. Maar ik heb wel het idee dat het geholpen heeft. Dus nou ja, dat is fijn. Het is vrijdag en we gaan naar de Efteling. Dit is wat ik aan. Ja, mijn haar moest ik eigenlijk al wassen, maar heel veel droog shampoo. En volumepoeder en alles. Ik heb deze grote trui aan van de Hennes. En deze spijkerbroek van Primark. En dan doe ik er gewoon mijn, hoe heet het, mijn Nikes onder. Want ik moet echt wel even goed schoeisel. Ik heb echt overal pijn in mijn lijf. Maar goed, dat is goed. Alleen ja, met lopen gebruik je natuurlijk je bekken de hele tijd. Dus ik dacht, ik moet wel even goede platte schoenen aan. En trui, ja, het is 14 graden. Maar ja, ik weet niet zo goed. Ik ben wel de hele dag buiten. Dus ik dacht, ik doe gewoon dit aan en dan een spijkerjasje. Ik denk ook wel een sjaal, maar vooral voor mijn nek. Heel sterk aan het bouwen. Het is nu 8:30. Mijn schoonouders zijn over ongeveer een kwartiertje. En dan gaan we die kant op. Dus gezellig. Wij zijn in de Efteling. Jee. Ik wilde als eerst naar de droomvlucht. Niels zegt dat wel. Maar Sven die denkt dat we beter andersom de route kunnen doen. Dus we gaan nu eerst naar de Fata Morgana. Ik dacht het is nu nog rustig, want het is net iets over 10. Maar ik win het niet, helaas. Dus we zijn er. Jee. Uiteraard gaat Sven met Niels en mijn schoonmoeder de draaimolen in. Ik sla even over, ik zwaai van de zijlijn. Gaan hoor, paard. Draaimolen nummer 2, nu neemt opa het stokje over. Ja, hij is heel onbeleefd. Nou, daar zitten we hoor, een hele wilde attractie. We houden ons goed vast. We zitten in zo'n lavenbakje, want Niels zit achter ons met opa en oma. Maar het is echt vasthouden geblazen. Dit is hoe je een pretpark moet beleven. Maar Niels vindt het prachtig. Daar gaat het om. Je beleeft het wel op een hele andere manier met een kind. Woehoe! Woehoe! Living on the edge. Oh, hier is een speeltuin.
Alleen maar draaimodus en speeltuinen. We gaan zo naar droom. Oh, de wippen. Uiteraard zitten we in Carnaval Festival. We stonden even stil, maar we gaan weer. Oh, kijk eens daar. Een wortel en een bloemkool. En opa en Sven zitten ver achter ons. Heel mannelijk met z'n tweeën. We gaan zo de treintjes in, de traptreintjes. Het is echt fantastisch weer. En het is helemaal niet druk. Dus wij zijn helemaal blij. We zijn net twee keer in de Carnaval Festival dus voor Carnaval geweest. En nu de traptreintjes. Het is een andere effening zoals ik al zei. En als hij staat, dan gaan we even wat andere attracties in. En dan komt de beurt, uiteraard. Wil staat van het stuur. Nu zit in de wagen. Wil staat hierin met Sven en Olga. Wij waren net in de droomvlucht. Och, I love that. Echt mijn lievelings. En nu gaan we naar het Sprookjesbos. Ik heb nog een klein stukje gefilmd, maar niet van mijn favoriete onderdeel. Dat is die nacht, zeg maar, met die planeten. Och, dat vind ik echt... Als ik dat toch elke avond voor het slapen gaan een uurtje mag doen, dan word ik helemaal blij. Maar nu gaan we naar het Sprookjesbos. Hier zit ook de paddenstoel. Wij zijn weer thuis en nu gaan we lekker uit eten. Of tenminste, we wilden eigenlijk een pizzaatje gaan halen, maar we gaan nu een pizzaatje, gewoon een pizzaatje eten. Dit is wat ik aan heb. Een body van Stradivarius en een high-waisted broek van Stradivarius. En schoenen van, ik heb geen idee, volgens mij ooit van Modemus, dat is maar echt heel lang geleden. Dus let's go. De pizzeria was vol, dus nu eten we dit. Dankjewel. Goedemorgen, middag. Het is inmiddels 1 uur. Wij zijn wakker en aangekleed. We waren al heel lang wakker hoor, maar we hebben allebei even gewerkt. En nu gaan we even lunchen en dan gaan we richting Den Haag. Gaan we shoppen. In ieder geval even naar de Primark. We gaan eten bij Fabiano. Het wordt een leuke dag. We hebben er zin in. Bergzaal. Ik zit nu in de paskamer van de Stradivarius. We zijn dus even een broek aan het passen, dus dat zal ik jullie besparen. En goed geslaagd met Primark. Ik zal morgen ga ik een shoplog opnemen. Ik heb al een stuk gefilmd in het pashokje. Maar ik heb ook nog de Insvernielse, dus dat komt een aparte shoplog van. En goed, als Sven hier klaar is, dan gaan we eten. Mijn haar wil niet meer, want ik heb warm. Wij zitten bij Papiano en Sven haalt nu zo'n groot antipasti bord. We gaan straks maar eens even kijken wat het gaat worden. We hebben een heel fijn plekje aan het raam. Het is wel een beetje fel licht, maar dat maakt niet uit. Ik ben gebroken. En we beginnen met een glaasje bubbels en allemaal lekkers. Wij lopen naar het station. Ik kijk hoe het is. Ja, sorry voor het gewiebel van de camera. Ik heb allemaal tas in mijn handen. Goedenavond, wij zijn weer thuis en we hebben lekker even op de bank een beetje tv gekeken. Ik heb nu mijn roze variant aan, de Give Me Chocolate and Nobody Gets Hurt. En mijn haar zit niet, maar dat maakt niet uit. Wij gaan nu lekker slapen. De klok gaat vannacht een uur terug en in grote tegenstelling tot normaal gesproken kunnen we daar nu van genieten, want Niels is er niet. Dus we gaan een uurtje langer slapen. Wat is er? En ik zie jullie morgenochtend weer. Nou, het is inmiddels 11 uur en we zijn echt even flink de boel onder handen aan het nemen. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier net nieuwe kinderbeveiliging, want die was er afgegaan. En dit is een plakding. Omdat we niet in het ding willen, hoe heet het, in het kastje willen boren. Ondertussen heeft Sven zich ontfermd over de afzuigkap.
En het aanrecht en dus ook, hij heeft zeg maar, ja, dit lach heeft er bescherming, maar het is ook zeg maar helemaal dit opgetild en helemaal onder de randjes en zo. En ik ben bezig met deze missie. Missie koelkast ontdooien, of vriezer ontdooien, dat is echt hoog nodig. Dus ja, we gaan op zich lekker. Het is gewoon een werkje. Nou, dat zijn van die dingen die al heel lang op de planning staan en we maar niet aan toe komen. En we dachten, ja, nu is het eigenlijk gewoon wel het moment, want dit is dus niet. Dus je kan, weet je, kan nu alles open laten staan zonder dat het gevraagd kan. Dus dat zijn we nu even aan het doen. Over een uurtje gaat de stad open, dan gaan we even naar Stradivarius, want daar moeten we nog spulletjes terugbrengen. Dat wilden we eigenlijk gisteren doen voordat we naar Den Haag gingen, maar nou goed, uiteindelijk waren we te lang bezig. Dus toen dachten we, nou weet je, dat komt morgen wel eens, dat doen we zo meteen eventjes. En daar wilden we nog even kijken naar een broek die gisteren niet in maat was, dat soort dingen. En iets bij de Bershka. Oh ja, had een leuke rugzak gezien bij de Bershka, maar geen zin om ermee te slepen gisteren. Dus ja, en ondertussen ben ik aan de site en de, weet je, dingen als de, we moesten de waterstanden doorgeven. Allemaal dat soort regeldienstjes zijn we nu even lekker aan het doen. Dus dat is heel goed van onszelf, vinden wij. Zo, ja, ik ben weer thuis. Ik zit echt surrounded by alle spullen, want ik heb het shoplog opgenomen. Daarna heb ik mijn confitrui weer aangedaan en deze pyjama broek. En de koelkast is nu bijna helemaal ontdooid, dus die ga ik zo weer inruimen en aanzetten. En ik ga deze enorme rotzooi opruimen. Sowieso ga ik nog opruimen, schoonmaken, want dat hebben we even afgesproken. Sven gaat Niels ophalen en ik ga opruimen. Dus dat is een prima verdeling, lijkt me zo. Want we dachten als we allebei gaan ophalen, wat natuurlijk stiekem natuurlijk het leukste is, want je wil allebei zo snel mogelijk Niels voorzien. Ja, dan moeten we daarna nog echt zoveel doen. En we wilden gewoon echt even, soms heb je dat, hè, dat je echt even weer het hele huis aan kant wil hebben voor het begin van de week. En ja, weet je, daar hoort op zich niet de vriezer schoonmaken bij, maar dat was echt nodig. Want het kon gewoon niet meer goed dicht, zoveel van het, nou ja, ijs zat erop en zo. Dus, nou, dat soort zaken. Dus ik ga nu snel verder en nou ja, dan zijn hopelijk de mannen zo weer thuis. Mits is er even aan het wassen. Welke gebeuren. En ik heb mijn armbandje nu om. Oh, even kan zien, zie je de N van Niels. I really like it. Wij gaan eten. Lekker eventjes voor de tv met z'n allen frietjes. Wij bestaan Niels met witte bonen en tomatensaus. En dan komen er nog hakballetjes aan. Dus. Ga even zwemmen, Niels. Ik was net aan het filmen. Ga je nog even zwemmen met papa? Ja, met zwemmen. Welke kant op die kant ook? Nee. Ja. Zo, liggen. En dan 1, 2. Doei, lieverd. Sam. 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 De pap op de kant. Nee. Welke kant op? Kom. Wat is de Wij zitten lekker op bed nog even tv te kijken. Dus ik ga de vlog afsluiten voor vanavond. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden te zien. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!